nee, want ik denk dat we onze volgende gast al aan de lijn hebben. Ja. Mevrouw Gretel Wolfram, bent u er? Ja, goedenavond. Goedenavond, goedemiddag. Goedenavond bij ons. U ja, bent... hier is het wel lekker een zonnige middag. Maar ja, deze is het wel een goede avond, denk ik. Spreekt u goed en even kijken, want we horen u niet zo goed. Oké, en u bent voorzitter van de Ondernemers- en Winkeliersvereniging. Ja, dat is. In Suriname. De koersen zijn momenteel aan het dalen. Welke koers is nu doorslaggevend voor de consument? Is het de douanekoers? Is het de koers van de centrale bank? Is het de cambiokoers? Welke koers is doorslaggevend voor de consument? Want wat men op dit moment ziet, is dat de koersen enigszins aan het dalen zijn, maar dat de prijzen in de winkel stijgen. Hoe kan dat? Vragen vele luisteraars van ons zich af. Oké, als ik daar, ik probeer daar zo kort mogelijk antwoord op te geven. De douanekoers, als ook de centrale bankkoers, zijn niet gedaald. Ja, u moet ietsje harder praten. Hoort u me zo? Ja, nu hoor ik u ietsje beter. Oké, ja. Ik probeer zo kort mogelijk antwoord te geven daarop. Zowel de douanekoers als de centrale bankkoers zijn niet gedaald. En dat is het belangrijke. Zolang de douanekoers niet dropt, nog de centrale bankkoers, zal het geen invloed hebben op de prijzen van de goederen in de winkel. Trouwens, de straatkoers is momenteel ook weer aan het stijgen. Hoeveel? Het is vandaag 34 zoveel, of ja. 35 zoveel. Dus het begint nu weer vormen aan te nemen, dat is slim. Maar natuurlijk moet het niet te vroeg spraken doen, want ik weet nog niet of het morgen ook weer dropt of als het weer zal stijgen. Dat weten we niet. Maar, kortom, centrale bankkoers, als ook de douanekoers, zijn nog steeds niet veranderd. Ze zijn nog steeds 36 zoveel. 36 zoveel. En dat zal dan ook weer, laat me het even goed verwoorden. Yes. Ja, de centrale bank, dus zolang het niet verandert, zal het geen effect hebben op de prijzen van de goederen in de winkel. Dus de douanekoers en de koers van de centrale bank zijn eigenlijk heel belangrijk en leidinggevend in het proces. Ja. Yes. En om als ik het dus antwoord te geven op de vraag waarom de prijzen van goederen in de winkel zullen stijgen in plaats van dalen. Oké, de benzineprijs. Suriname is een importland. Ja. Alles wat wij gebruiken, belevingsmiddelen, dat laten we halen. Alle goederen die naar hier komen, ze komen met boten. En als de containers hier eenmaal zijn, ze moeten dan ook weer uitgeladen worden, ze moeten getransporteerd worden. Dat is één. Twee, de onkosten zijn ook gestegen voor de groothandelaren om de goederen te laten halen. Want de groothandelaar of de importeur betaalt niet alleen aan de levensmiddelen in het buitenland, maar ze moeten ook verzekering betalen, ze moeten ook lonen van de mensen betalen, ze moeten invoerrechten betalen. Transport, dat speelt ook een heel grote rol. Vandaar dat invloed heeft op de prijs. Dus al deze onkosten zullen doorberekend worden in de prijs van de levensmiddelen. Ja. En pas wanneer zij alle onkosten eruit hebben gehaald, of tenminste alle onkosten, plus hun winstmarge, dat is het bedrag, of dat is de inkoopprijs voor de winkelier zelf. Ja. Om bij de groothandelaar zelf te kopen. Ja. En de inkoopprijs voor de winkelier, die zet dan zijn 20% winstmarge, of misschien minder, zijn ze van de vrije markt. Ja. De winstmarge voor de winkeliers? Ja. Sorry? De winstmarge voor de winkeliers, is dat maximaal 20%? 20%, allemaal items 75%, 20% of 75%. Ja, ja, oké. Okay. Ja. En dus de inkoopprijs van de groothandelaar, daarop zit je dan 20% of 75% winstmarge. Mm. En bij de winkeliers is het namelijk zo dat ze uit hun winstmarge alle onkosten uit moeten halen. Huur van alles, dat is voorzieningen en everything.
Maar bij de groothandelaar is het omgekeerd. Bij de groothandelaar zet hij zijn onkosten en zijn winstmarge telt hij op bij de inkoopprijs. Van of tenminste bij het bedrag dat hij de goederen laat halen. Dus hij hoeft niet af te trekken uit zijn winstmarge. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ja, maar ja. Even, want ik probeer toch meer duidelijkheid te krijgen voor onze luisteraars. Als men nu in Suriname een Amerikaanse dollar koopt, hoeveel SRD moet daarvoor worden neergeteld? Laat me even kijken hoor, want ik wil niet zomaar iets zeggen. Ik ga het nog even iets hoor. Laat me even passen. Gaat u gaan. Als u US dollars zou willen kopen, dan zou u 35,20 moeten uitgeven. Ja. Als u dollars gaat willen wisselen bij het MBO, dan is het 34,50. Ja, ja. Dus het is nu juist een beetje gaan stegen. Met een paar centen eigenlijk, als het ware. Ja, maar als we goed kijken naar de... Je hebt nu een armoedegrens. En die armoedegrens heeft men vastgesteld in Suriname rond ongeveer 7400 SRD op maandbasis voor één persoon. Ja. 7400 SRD voor één persoon op maandbasis. Hoeveel ruimte blijft er over om nog US dollars te kopen? Je hebt natuurlijk wel particulieren die US dollars hebben. Je hebt in totaal, geloof ik in Suriname, hebben particulieren in totaal 3 miljard gespaard aan US dollars. Maar die zitten allemaal vast op bij de banken, denk ik. Overal wel, ja. En dat geld wordt niet besteed of... het komt niet echt in de... in de relatie, in het maatschappelijk verkeer, noem maar op. Waardoor er ook geen economische groei plaatsvindt. En klopt. Die koersdaling die nu heeft plaatsgevonden, is niet het gevolg van economische groei. Want dat is precies. Maar... Het is, ja. Heeft het te maken met een met trucs of met het sentiment? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Want zij verklaren dat er een overschot is aan US dollars. Ja. Eerlijk, hoeveel halfwaard? Oké, het kan zijn dat er werkelijk een overschot is aan US dollars. Het kan. Importen, ja. De importen maar, zijn afgenomen, waardoor mensen hebben minder koopkracht. Dus klopt, dat ook. De US dollar, ja, ik bedoel, er treden besparingen op. Klopt. Nee, de koopkracht is werkelijk ook wel gaan dalen, omdat men het hoog nodige gaat kopen in de supermarkt. Luxe items worden ook niet makkelijk meer verkocht. Mm-hmm. En precies wat u daar nog had aangehaald, ja. Over de armoedegrens en dergelijke. Hoeveel zal men nog over hebben van het salaris om US dollars te kunnen kopen of te sparen? Men heeft nauwelijks geld over. Men komt eigenlijk nauwelijks uit met zijn salaris. Laten we dat even voorstellen. Ja. Dus het gaat niet zo moeilijk. En werkelijk, de koopkracht is behoorlijk gedaald. Mm-hmm. Daardoor kan de winkelier ook niet op tijd, tenminste de omloop van laten we het hebben over de snelheid van de goederen van de groothandelaar naar de winkelier, dat gaat dan nu veel trager vergeleken met vroeger. Ja. Waardoor je een soort van stagnatie hebt. Ja, en de kern van het probleem in Suriname is, wat we al 10 jaren weten. Suriname is te veel een importland. Dat is waar. Dat maakt je zo afhankelijk van het buitenland. Dus ik geef een voorbeeld. Er hoeft maar dit fout te gaan in Oekraïne met die Russen. En dan gaat weer allerlei prijzen de hoogte in. En dan gaat Suriname weer richting verdere crisis. Klopt. Weet je, dus... Ja, we zitten in een moeilijk parket en door de politiek, we hebben het in het vorige interview over gehad, er zijn 6, 7, 8, 9 dingen die goed moeten gaan. Wil je de koers van je valuta in de hand houden. En in Suriname gaan van die 7, 8 dingen, gaan er misschien maar 2 goed, verder niet.
Ik wil heel even nog stilstaan bij de ondernemers en de winkeliers. Ja. Mevrouw Wolfram, zijn er veel winkeliers of ondernemers de afgelopen 2-3 jaar failliet gegaan? Klopt, ja. Heeft u daar... 800. Hoeveel? Meer dan 800. Meer dan 800. Zo. Ja. Is veel. Jeetje. En hoeveel, waarschijnlijk meestal ten gevolge van de verminderde koopkracht bij de consument? Ja, komt het werkelijk naar de En hoeveel winkeliers en ondernemers zijn er nog over in Suriname? Ietsje meer dan 2000, maar in hoeverre? Mm-hmm. Het kan nu misschien zelfs ietsje minder dan 2000 zijn, maar het kan. Mm-hmm. Maar ja. Ik weet niet zeker of het dan zoveel zal zijn, dat zal blijven. Of mm-hmm. als het ook minder zal worden. Ja. Maar de toekomst creëren kan niet zo moeilijk. En de winkeliers die failliet gegaan zijn, om wat voor, ging het om levensmiddelen, ging het om wat voor producten, wat voor artikelen ging het? Levende supermarkten, opbouwmaterialen, zaken, opbouwmaterialen? Ja. Ja, kledingzaken, auto, accessoires, dergelijke dingen. Ja, kledings, ja. Dus het zijn van, of kapsalons en zo, het zijn van die kleine dingen. Ja. En ja. Die zijn... hun geluk meer gaan zitten in andere landen. Andere, ja. Er heeft ook een brain drain plaatsgevonden vanuit Suriname. Mensen met hun opleidingen in de zorg, in het onderwijs of elders. Medische wereld, die zijn, denk ik, heb ik begrepen, in grote getalen hebben die het land verlaten. Dat is ja. Logisch. Dit heb je altijd in een crisissituatie. En dat betekent niet alleen dat... Ja. De sectoren onder druk komen te staan, of sommige sectoren zijn misschien ingestort. Ja. Maar het betekent ook verlies aan koopkracht. Ja, precies. Met alle gevolgen van dien. Ja. Sneeuwbaleffect. Het negatieve spiraal naar beneden. In de hele samenleving. Hoe reageren de ondernemers en de winkeliersvereniging hierop op het beleid van de regering? Hoe wij reageren. Ja. In ieder geval is het niet te positief. Soms vraag ik me af als persoon. Vraag ik me af of ze weten wat ze wel willen en wat ze doen met het beleid. Ja. Precies. Ja, precies. Voor mij lijkt het alsof ze soms niet doordenkende maatregelen implementeren. Ja. Ja, die indruk heb ik ook. Ja, ik denk dat er veel meer nagedacht moet worden alvorens ze iets willen implementeren. Ja. Om men echt veel dingen moeten nagaan of het wel in de praktijk zou kunnen werken. Ja. Ik heb niet al een te goed woord over het beleid. Ja, precies. Precies. En als je geen beleid hebt, dan kan je alle kanten opgaan al nagelang dat je uitkomt. En dat is wat in Suriname voortdurend aan het gebeuren is. Het is gaan wachten op 25 mensen. Maar mevrouw Wolfram, wat zijn de plannen van de winkeliers- en ondernemersvereniging voor dit jaar in 2024 en ook misschien met het oog op 2025? Kijk, wij proberen zo best mogelijk in dialoog te gaan met de beste verschillende ministeries en zo, maar... In hoeverre deze mensen willen luisteren, een luisterend oor hebben. Mm-hmm. Dat is prachtig. Want ze gaan je aanhoren. Mm-hmm. En ze zullen je vertellen van, we nemen het niet. En dat blijkt. Dus, je hebt verandering. Beleid. Vastgelegd in beleidsplannen, hè? Ja. Dus je kan zoveel willen doen, mm-hmm. maar zolang het beleid niet verandert, of geen politieke aspect niet, dan kan je niet doen. Ja. We zijn eigenlijk gebonden hieraan. Ja, klopt. Ja, dat klopt. En op een gegeven moment verliezen mensen gewoon het vertrouwen in het bestuur, voor het landsbestuur, politiek. Of we hebben het al verloren. Ja. Ziet u... Dat is al het geval. Dat is wat we gaan. Dus ja. Niet meer is al verliezen. Er is niet meer vertrouwen.
Ja. Mevrouw Wolfram, ziet u als voorzitter van de ondernemers- en winkeliersvereniging nog licht aan het eind van de tunnel? Nee. Nou, helder. Dus het roer moet om, beleid. Ja. Dus ik, terugkomend op de vraag, zie ik nog licht in de tunnel. Misschien kort voor de verkiezing. Ja, misschien een verandering toe. Ja. Maar als dat wel de pure intenties is, dat is graag toe. Ja. Ja, klopt. Dat, ik dat dus... ik dat ik duidelijk helder ben. Ja, inderdaad. Hai, maar ja. En dus, we hebben we net gesproken over wat moet er gebeuren voor de verkiezingen, eventueel, om te voorkomen dat je na de verkiezingen weer een familie-vriendenkabinet krijgt. Daar moet men echt over nadenken in Suriname. Want... daar moet je sowieso over gaan nadenken. Hai, maar ja. Het trieste. Dat is eigenlijk veel minder vertrouwen gegeven in deze regering. Mm-hmm. Want als je dat waarschijnlijk niet had, ja. En echt mensen, qualified people, op de ja, precies. Right people precies. On the right place. Ja, precies. In deze positie. Ja. Ja, zonder dat is Suriname verloren. Ja, jammer genoeg. Ja. En men focust nu op olie en gas. En dan zeg ik altijd, ja, maar kijk naar Venezuela, die heeft toch ook olie en gas? Ja. En mensen eten uit vuilnisbakken daar. Ja. Dus, ja. Ja, ja. Kijk, we hebben al de olie en gas, maar in Oceaan heb je natuurlijk de, hoe noem je dat? Nou, het is wel merken dat er goed van gaan. Tenminste, dat we kunnen verdienen. Ja. Dat voel ik ofwel het zal merken, ofwel de benefit zal zien. Mm-hmm. Dat is ook weer een vraag. Ja. Ik zal merken. Ja. Maar goed, ik denk dat alleen een zakenkabinet, schaduwzakenkabinet, voor de verkiezingen formeren. En dat inzet maken van de verkiezingen. De enige manier is om right man, right place te krijgen in Suriname. Mevrouw Gretel Wolfram, we gaan zo langzaam maar naartoe. Naar het einde van het interview heeft u nog een boodschap voor onze, heel kort, voor onze luisteraars in Suriname en in Nederland. Voor Suriname, de mensen moeten natuurlijk ook nog steeds keurig zijn over dat ze of zijn mensen... voor wat ze allemaal volgen. Maar voor de rest, ik kan die boodschap niet van. Iedereen is het moeilijk. En ja. Dat betreur ik wel. En ook al zou ik de mensen zeggen van, hey, ondersteun de winkeliers ook meer, dan komen zij zelf in gedrang. Ja. Dus ik heb nu één, kan ze niet zeggen. Het enige wat ik zou misschien wel zou kunnen zeggen is, hebben we begrip voor elkaar. Ja. Meer begrip hebben voor elkaar. Hopelijk kunnen we allemaal bij de situatie komen. Ja. Als ik het zo hoor, denk ik, laten we vooral bidden met z'n allen om uit deze situatie te komen. Ja. Nationale aanpak. Ja. Ja. Dank u wel voor het interview. Oké. Mevrouw Gretel Wolfram. En we wensen u natuurlijk ook veel succes, ook in uw functie als voorzitter van de ondernemers- en winkeliersvereniging in Suriname, die het, net als de consument, ook heel moeilijk heeft. Dank u wel, hoor. Dank u wel en tot de volgende keer. Oké, dag. Ja, Owen, dat was het. Ja. We gaan nu afronden. Ja. Je luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma Wel Geïnformeerd op 25 februari... op zondag 25 februari 2024. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.